Audi is erin geslaagd geen concessies te doen aan zijn eerste volledig elektrische productiemodel. De nieuwe e-tron heeft herkenbare elementen uit de Q-familie, maar laat tegelijkertijd zien dat hij 100% elektrisch is. Een voorbeeld. De kenmerkende single frame grill is prominent zichtbaar, maar de functionaliteit ervan is gewijzigd. De benodigde koeling is bij de Audi e-tron minder, waardoor Audi de grill opnieuw heeft gedefinieerd en deze nu grotendeels gesloten is. De lamellen in het midden achter de grill kunnen desgewenst open worden gezet voor koeling van de elektrische componenten en remmen of dicht voor betere aerodynamica. Een ander voorbeeld. De ontwerpers van de nieuwe Audi e-tron hebben er bewust voor gekozen om in het exterieurdesign de centrale lage plaatsing van het accupakket van de auto extra te benadrukken in het ontwerp van de zijpanelen. Extra aandacht is ook uitgegaan naar de verlichting. Zowel de voor- als achterzijde is voorzien van een uniek design van de dagrijverlichting dat zich kenmerkt door meerdere horizontale lagen. Het achterlichtcluster over de volledige breedte van de auto vervult een dubbele functie. Enerzijds ziet het er stijlvol en herkenbaar uit en anderzijds speelt het een belangrijke rol bij de gunstige aerodynamica. Audi weet op dat gebied nog meer te verrassen. Wist u dat de aantrekkelijk aflopende sportieve daklijn primair van belang is voor een optimale luchtweerstand? Verder zakt de rijhoogte van de Audi e-tron met maximaal 2,6 cm zodra de snelheid boven de 120 km per uur komt. Ten slotte zijn er optionele Audi Virtual Mirrors verkrijgbaar die de luchtweerstand nog verder verlagen. De camera's projecteren het zicht naar achter op OLED-displays die zelfs meer contrast leveren dan conventionele spiegels. Mijn persoonlijke highlight is de wijze waarop Audi de oplaadklep heeft geïntegreerd in het exterieurontwerp. De vormgeving sluit prachtig aan op bestaande designelementen en aan werkelijk ieder detail zie en voel je de aandacht van Audi voor kwaliteit en afwerking. Zelfs het automatisch sluiten geeft je het gevoel dat aan alles is gedacht. Wist u trouwens dat u zelfs een tweede oplaadklep aan de passagierszijde kunt bestellen? Wel zo makkelijk als de oplaadpaal zich aan de rechterkant van de Audi bevindt. Zojuist heb ik u iets verteld over het exterieurdesign van de nieuwe Audi e-tron. Wilt u meer weten? Klik dan op een van de andere video's.